Regen of zonneschijn, op de Bosuil is het de laatste weken fijn vertoeven. Ook gisteravond weer. Antwerp wint na een felbevochten wedstrijd met 3-1 van Oostende en lijkt goed uit de startblokken te komen. Ja, bij de eerste wedstrijd tegen Bergen hadden we ook 3 punten kunnen pakken, misschien wel moeten pakken. Op Geel denk ik verdienstelijk gelijk gespeeld. Dus daarom was het toch een beetje met een wrange nasmaak dat we eigenlijk maar 2 punten hadden uit 2 degelijk tot goede wedstrijden. Vandaag heel goede wedstrijd, terecht de 3 punten gepakt, dus we staan nu met een totaal van 5, dus ik denk dat we bovenaan meedraaien. Antwerp voetbalt in de eerste helft zoals een gedegen promotiekandidaat dat hoort te doen. Oostende krijgt geen vat op de sterke linkerflank van de Great Old. Niagu en de kleine maar razendsnelle Fedorov maken brandhout van de bezoekende defensie, maar een doelpunt blijft uit. De rood-witte blijven goed georganiseerd en tactisch sterk voetbal spelen. En dat levert uiteindelijk dan toch het verdiende doelpunt op. Strafschopfout op de bedrijvige Niagu en dan is daar Dong Fangzhu die cool binnenschiet. Dong, net zoals tegen Geel, links in de bovenhoek en Antwerp 1-0 voor. Maar de jonge Dong is impulsief en dat komt hem niet altijd ten goede. Net voor rust gaat hij zwaar in de fout. Tot 2 maal toe, terecht Geel in dezelfde minuut. Rood dus, tot ongenoegen van de spelersgroep. En dan denk ik een heel domme uitsluiting van onze vriend Chinees. Maar goed, ja. Maken ons alleen maar moeilijker en dat moeten we in de toekomst zeker en vast vermijden. Je mag niet vergeten, je moet met Tino een ganse tweede helft gaan spelen. Je staat maar 1-0. Dus je komt overal een mannetje tekort, maar ik denk dat we dat met onze veldbezetting goed hebben opgelost. Antwerp speelt dit jaar met inzet en bezieling en dat uitzicht in de weerbaarheid van de ploeg. Niagu demonstreert. En vecht voor elke centimeter Oginderon schitterend af. Het is 2-0, een prachtige duikvlucht van de nieuwe Argentijn, tekenend voor het voetbal dat er de laatste week op de Bosuil te zien is. De geest zit oké, de mentaliteit is super, maar ik denk dat we vandaag toch de eerste helft schitterend ook gevoetbald hebben. Want op een zeker moment dacht ik toch wel dat we in de folie stonden op de Antwerpse ring, met zoveel spelers voor die baklijn spelen. Dat weet je, dan is het niet makkelijk in voetbal, maar dan hebben we met momenten toch wel technisch hoogstand voetbal gespeeld. Oostende van zijn kant kan de ganse wedstrijd weinig of niets op de grasmat toveren. Toch weet de ingevallen Vlemings de wedstrijd nog spannend te houden. 2-1 met nog goed 10 minuten te spelen. Dat is het startschot voor een tumultueus einde van de wedstrijd. Daar heeft vooral de scheidsrechter een groot aandeel in. Hier krijgt Antwerp geen strafschop. Regie van Akker is daar op zijn minst gezegd ontevreden mee. En mag zich van scheidsrechter Goedezeune in de tribune gaan zetten. Antwerp krijgt nu enorm veel ruimte en reikt de kansen aan elkaar. Nieuwkomer Lukanovic treft eerst het zijne en is dan te egoïstisch. En wanneer ook Fedorov nog eens doorbreekt en Amond hem op deze manier het gras inboort, dan is het hek heel even van de dam rood voor Amond natuurlijk. De sterk ingevallen Suleiman mag het Antwerpse feest nog groter maken en de overwinning kleur geven. Tergend langzaam hobbelt de bal tegen de netten. Antwerp wint oververdiend met 3-1 van een zwak Oostende.